joh, dan is dit dus eigenlijk nu even mijn leenauto. Hey, grote vriend. Hi. Ben je ook aan het vloggen? Hi, schat. Dit is toch zo lief. Dit is toch gewoon te schattig. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 25 oktober 2022. En het is nu 14:18. Dus het loopt bijna tegen 14:30 aan. Ik open hem laat, maar ik was al vanaf 6 uur wakker. En ik heb er al een hele hoop gedaan. Kijk, mijn administratie. En ik ben nog steeds bezig met administratie. Maar ik ga mijn eigen auto weer ophalen. Dus dat gaan we eerst doen. En ik zie jullie zo meteen. Dus heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Jo, dan is dit dus eigenlijk nu even mijn leenauto. Maar ik ga hem dus nu weer terugbrengen. Ja. Maar het is niet echt een auto voor mij, moet ik zeggen. Nee, dat zeker niet. Het is geen auto voor mij. Nee. Echt gewoon totaal dus niet. Nee. Hey, grote vriend. Hi. Ben je ook aan het vloggen? Hi, schat. Hi. Hi. Leuk, heerlijk. Ik heb niet de auto. Nee, hoor. Hij doet niet anders meer. Ja. Okay. Hij wil nergens naartoe. Hij wil alleen maar vloggen. Ik ben helemaal gek. Hi, schat. Alles goed? Ja. Mooi zo. Heerlijk. Hij is ook nu lekker aan het vloggen. Heerlijk is dit. Oh, geweldig. Oh, heerlijk. Heb ik mama nu op film? Oma ook even? En nu heb ik jou op film. Ja, veel. Veel mee. Moet meelopen met je? Meelopen. Meelopen, nee, is goed. Kom maar. En waar wil je naartoe? Ik loop met je mee. Ja, chippies. Ja, chippies, ja, en die heb ik ook. Die heb ik ook. Ik heb ook lekkere chippies. Ik lust die wel. Ik lust die wel, ja. Ja, dat weet ik. En ik neem wat anders lekkers mee. Ha! Ja. Deze neem ik lekker mee. Ik wel. Ja, en ik ben alleen gek op zoete witte wijn. Nane veel mee. Ja. Is nane. Oh, moet ik mee? Oké, nou is goed. En waar wil je naartoe? Naar Fonte. Oké, men. Ik ben even met hem mee. Ik ga met je mee, schat. Ik ga met je mee. Ja, ik ken mezelf nou niet helemaal goed filmen, want ik heb ook een mandje in mijn hand. Ja, en ik heb Mitchell bij me. Ja, die neem me mee. Maar waar ga je naartoe, schat? Ik heb ook een mandje, hè, schat. Waar ga je helemaal naartoe met mij? Waar ga je helemaal naartoe? Ja, oh, je gaat een rondje lopen. Oh. Hutspot. Oh. Moet je die hebben dan? Ja. Oké, okay, mama en mama is aan die kant, hè? Kom maar. Hutspot moet die hebben. Helemaal hutspot. Lekker. Mama en mama is hier. Ergens. Kijk, hier. Kijk. Mama is hier. Hutspot. Ja, alweer. Blijkbaar. Hij wilde maar hutspot eten. Oeh. Nee. Even. Moet je heel goed kijken, schat. Kan jij die maar eens pakken? Ja. Zo. Zo.
Ja, ik ben dus weer thuis. Al een tijdje. Ik heb mama al aan de telefoon gehad. De administratie is weer deels weggewerkt. Dit hoekje moet ik nog gaan opruimen. Nee, moest je kijken. Dit vind ik toch zo lief. Hè? Dit is zo lief. Hé, Leed. En daar heb je Spido. En daar heb je twee zusjes. Echt ook op dezelfde, bijna op dezelfde manier. Maar hoe die erbij ligt, ook zo leuk. Moet je eens kijken. Dit is toch zo lief. Dit is toch gewoon te schattig. Ja. Dat vind ik dus gewoon weer te schattig voor woorden. Daar heeft hier iemand zijn bus geparkeerd. Ja. Mijn auto is ook weer terug, jongens. Kijk eens aan. Mijn auto is ook weer terug. En daar ben ik blij mee dat mijn auto weer terug is. Wie wil er op een kom? Wie wil... Hij? Wil jij op balkon? Wil jij op balkon? Wil je op balkon? Oh, ja! Nou, kom dan op balkon. Wie gaat er mee op balkon? Wie gaat er mee? Wie gaat er mee? Ja, ja, ja. Ja, ha. Doe al lopen voor je, hoor, dame. Ik doe al lopen voor je, alsjeblieft. Ga maar lekker naar buiten. Dag. Doe even uitrekken. Ga jij weer op je stoel of zo? Nee, ja, wel, ja. Goed zo, keurig. Ja, dit moet nog helemaal weggewerkt worden. Dat moet weggewerkt worden. Maar dat komt allemaal wel goed. Yes. Zo. Nou, ze krijgen alle drie wat lekkers. Dit is voor Lady. Zitten. Eten. Goed zo. Dit is voor Lovely. Alsjeblieft. En dit is voor Beauty. Beauty, kijk eens hier. Beauty. Beauty, kijk eens hier. Goed zo. Dat is voor Lady. Was dat, schatje? Goed zo, lekker. Ja, ik wil het toch even ook met jullie delen, want ik doe wel al lekker altijd vrolijk en ga zo maar door. Maar zo voel ik mij totaal momenteel niet. Want dat ik dus namelijk 11 oktober onder het mes ging, kwam ik dus uit mijn narcose, lag ik dus op zaal. Roderick die kwam mijn telefoon brengen. En het eerste wat ik eigenlijk zag, dat was dus dat mijn buurvrouwtje was overleden. En de 18e hebben we haar weggebracht. En het is gewoon nu precies 2 weken geleden dat ze dus overleden is. Precies 1 week geleden dat we haar weg hebben gebracht. En ik heb daar gewoon heel veel moeite mee op dit moment. En dat hebben jullie denk ik. Ik wil al in de gaten qua vlogs, dat mijn vlogs niet echt helemaal lekker lopen zoals ik wil. Maar ook dit hoort erbij. Ik mis haar enorm. Ik denk dat het... Bijna haar hele huis is zo wat leeg, gewoon op een paar kleine dingetjes na. En er was altijd hier in het traphuis een traplift. Die is ook vorige week wel weg, gewoon weggehaald. Ik haalde rouw op van zijn werk. En ik kom thuis, traplift weg. Dus zo snel kan het gaan.
Dus ja. Mijn buurvrouw, mijn moeder, mijn vriendin. Gewoon. Als ik het gewoon even moeilijk had, kon ik altijd even naar daartoe. En dat is er gewoon niet meer. En dat is moeilijk. Kijk, en dat zei ik ook net tegen mijn eigen moeder. Van, ja, luister. U weet dat en dat mijn buurvrouwtje ook en ook als een soort van moeder was. Dus dit is momenteel zo'n groot gemis. En het doet zoveel pijn. Het liefst dan duik ik mijn bed in en ik doe even helemaal niks. Dan kan ik alleen maar huilen. Ik ben gewoon boos, verdrietig. Van waarom? Waarom nou zij? Ik ga op vakantie 3 oktober. Ze heeft 's avonds een paniekaanval gehad. Als ik er wel zou zijn, dan had ze mij gebeld. Ik wist haar altijd rustig te krijgen, zeg maar. Ja, en nu heeft ze iemand anders gebeld. Die heeft het geprobeerd. En ze is naar het ziekenhuis gegaan en toen is het gewoon heel snel gegaan. Dat is even in een hele korte versie, ik weet meer. Maar ik mis haar gewoon ook. En ook als ik gewoon in mijn rondjes ga lopen. Het was altijd even zwaaien. Het was al dat zwaaien. En nu als ik binnenkom, traplift is weg. Lady die gaat naar haar deur toe, die ruikt ernaar. En dan kijkt ze me heel zielig af van waarom kan ik niet naar binnen, waarom gaat die deur niet open? En dan zeg ik tegen Lady ook van meisje, dat gaat niet meer. En dan kijkt ze me heel zielig aan en dan gaat ze mij dan gewoon naar boven van oké, het zal wel. Dan denken jullie waarschijnlijk van, joh, stel je niet aan, het is maar een buurvrouwtje. Ja, maar ik ken haar wel al 9 jaar. En de dochter, ja, natuurlijk langer, maar haar dochter is ook een soort van mijn zus. En ja, iedereen die gaat er anders mee om, ook dat weet ik. Maar ik moet een vlog gaan editen, maar mijn hoofd die staat er niet naar. Niks op dit moment. Ik heb een stukje schuldgevoel. Waar het vandaan komt, ik weet het niet. Misschien echt zoiets van, was ik nog maar misschien thuis. Ik weet het niet. Het zal me wel, maar ik wou het jullie wel even vertellen hoe ik me voel op dit moment. Zodat jullie weten dat ook achter een glimlach heel veel verdriet op dit moment schuilt. Danken we jullie wel dat jullie even hiernaar wouden luisteren en naar wouden kijken. Sorry. Slaapkamer. Dat betekent dat ik dus ga slapen. Dus, vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan, want dan blijf jij namelijk op de hoogte. Doe het duimpje omhoog. En laat even een leuke reactie achter. Dat zou ik heel tof vinden. En dan zou ik zeggen, dankjewel weer voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.